Mijn naam is Helene Eshuis. Ik ben voorzitter van het IVN Almelo. En u bent vandaag hier op bezoek tijdens NL Doet. Dat is een vrijwilligersdag. En zoals je ziet kan je hier komen klussen in de tuin. We hebben een aantal vrijwilligers die tuinonderhoud komen doen. En we hebben een aantal enthousiaste kinderen die nestkastjes komen timmeren. Wat vindt u van de opkomst? Nou, ik ben hier ontzettend blij mee. En ik ben heel blij met dit initiatief vanuit het Oranje Fonds. En ik vind het heel erg leuk dat zoveel Almeloers daar gehoor aan hebben gegeven. Vindt het jammer dat Maxima er niet is? Die nodig ik graag voor de volgende keer uit. Zeker weten. Wat doen jullie nog meer zo in plaats van kastjes maken? U bedoelt vandaag? Nee, over het algemeen. Over het algemeen. IVN staat voor Instituut voor Natuur en Duurzaamheid. En wij organiseren allerlei natuuractiviteiten. Zo hebben wij net afgelopen maandag zijn we gestart met een natuuroudercursus. Daar kan je voor aanmelden en dan kan je alles leren over de natuur en kinderen begeleiden in de natuur. Voor de rest hebben wij leskisten die je kan huren voor scholen. We hebben verschillende excursies en we hebben hier een prachtige tuin waar je kan komen om dingen te leren over de natuur. Blijven jullie hier zitten? Voorlopig wel. Dus wij verwachten daar wel een aantal jaren hier nog te zitten. En wij hopen daarna naar het Hagenpark te gaan. En wat gebeurt er dan met dit huis? Ik denk dat het verkocht gaat worden. En voor een mooie prijs. En dan, ja. En waar gaat dat geld heen? Ik heb geen idee waar het geld naartoe gaat. Waar is het huis nu van? Het huis is van de gemeente, dus dan gaat het in principe gewoon naar de gemeente toe. Ja. Dus we kunnen dit gewoon ruilen voor de andere? Ja, dat zou mooi zijn, hè? Dat we hier al mooi startkapitaal hebben voor de bouw van het nieuwe natuurhuis. Ja. En ik dacht dat juist geld het probleem was van het natuurhuis, hè? Het is een uitdaging, laat ik het zo vertalen. En, maar ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat wij gewoon met z'n allen laten zien hoe belangrijk de natuur is. Hoe nodig we het hebben. En dat we daar met z'n allen zorg voor moeten dragen. En ik vind ook dat de gemeente daar haar rol in mag pakken. Wou je nog iets tegen Almelo zeggen? Zeker, meld je aan, kom bij het IVN en... kom gewoon leuke activiteiten op school doen en breng kinderen in contact met de natuur, want dat is het allerbelangrijkste. Mooi, bedankt voor dit interview. Graag gedaan, tot de volgende keer. Wat denk je dat hij gaat doen dan, dat hij erin gaat wonen? Nee, ik denk dat hij erin gaat poepen. Ja, wat gaat? Ja. Poepen. Ja, dan wil je ook zo'n huisje om te poepen. Ja, we hebben een deur in en een gaatje. Op de poepen? En de onderkant kun je zien wie erop staat. Je weet er echt niks van. Nee, dat klopt. Ik weet er helemaal niks van.